Welkom, je kijkt naar Een Leven met Feyenoord. Een nieuwe YouTube talkshow, of talkshow. Ja, het is maar net hoe je het bekijken, we noemen het gewoon een Feyenoord show. En we zijn eigenlijk mee begonnen vanwege het feit dat alle andere bestaande programma's op tv en op internet veel te weinig over Feyenoord praten. En dat vinden wij bijzonder irritant. Ik ben Alwin, dit is Patrick. Vandaag zitten we met Bob Dijkgraaf. Bob is auteur van dit boek. Dit is even een cheap pop, jongens, want je kan hem kopen. Het boek kost 15 euro. Zeg ik dat goed? Dat klopt, 14,95. 14,95, 5 cent korting. Waar is die te koop? Dat is voor leden van het legioen. Overal, boekhandels, bol.com. Je kan mij persoonlijk een bericht sturen, schrijf ik iets in. Ik heb een heel lelijk handschrift, maar ik doe het toch. Schrijf je echt iets persoonlijks in het boek? Ja, ik heb ook wel mensen die zeggen, nou ja, maar die is jarig en zo, en dan wil ik eigenlijk dat je hem feliciteert. Ze zeggen, nou ja. Hij wil ze wel lekker bij zeggen, schrijf even wat op mijn titel. Nee, dat niet. Hierna komt ons wel. Maar over een paar weken. Hey, het boek gaat, is mooi toepasselijk. A Way of Life, dus het gaat over een leven met Feyenoord. Ja, dat staat er allemaal in? Alles. Alles? Nee, het begon eigenlijk met. Met dat mensen die, ja, ik denk dat jullie dat ook wel heel vaak tegenkomen. Mensen vragen dan aan je van, waarom ben je voor Feyenoord? Ja, en als je dat aan een Feyenoorder vraagt, dan kijkt, ja, je vraagt niet eens aan mede Feyenoorders, want het is wel duidelijk. Maar mensen die dat niet snappen, ja, die is gewoon niet echt aan het verstand te brengen waarom je nou voor Feyenoord bent. Mm-hmm. En dan zeggen ze altijd, ja, maar ze winnen toch niet zoveel. En dan moet je dus gaan uitleggen waarom dat eigenlijk voor ons. Dan ben ik al klaar voor dit. Ja, precies. Oké, hoi. Ik heb echt gewoon een heel vervelend gesprek. Ja. En ik had zoiets van, ja. Ik krijg die vraag zo vaak, ik ben zo klaar, maar ik schrijf gewoon voor één keer op wat ik nou zo mooi vind aan die club. En ik heb er dus in zitten de tradities die we hebben, belangrijke wedstrijden, maar ook juist nederlagen. Ik heb over boeken en liedjes, en bij boeken noem ik bijvoorbeeld ook jullie de jaarboeken. En het eindigt natuurlijk wel gewoon met kampioenschap. Maar in principe zijn dit gewoon allemaal redenen om voor Feyenoord te zijn. Die heb ik geprobeerd in één boek te vatten. De eerste 10 hoofdstukken zijn echt best wel globaal. En het laatste hoofdstuk, ja, dat gaat over vorig seizoen, dat voor mijn gevoel echt het leven van Feyenoord samenvat. Namelijk, je begint altijd met hoop aan het begin van het seizoen. En als je de eerste keer verliest, dan is je hoop weg. Nou, nu duurt het heel lang tot we verloren. Maar ook nu zag je gewoon op het eind dat het een beetje richting wanhoop ging. Dat je denkt, van dit gaat gewoon weer verkeerd en zo. En het was zo typerend voor ons. Had jij echt het gevoel dat het verkeerd zou gaan? Ja, vooral na Excelsior. Dat ik echt van, dit wordt gewoon. Ik had wel verwacht dat we bij Excelsior zouden winnen. Ja, anderhalf is wel goed dat we het niet gedaan hebben. Het was wel leuk, ja. Misschien hebben ze het wel expres gedaan. Ja, om Kuyt een speciaal afscheid. Kevin Blom die zat ook in het complot om Kuyt nog één keer een basisplaats te kunnen. En zeker dan krijg je zo'n. Je krijgt zo'n kutwedstrijd, je krijgt een schorsing voor verleden, dat je echt denkt van, het mag gewoon niet zo zijn voor ons. En dan kom jij met je boeken, dan koopt niemand dat aan. Ja, nee, precies, ja. Nee, ik weet was je niet heel erg bang, want in de euforie zijn natuurlijk heel veel faanboeken verschenen over kampioenschap. Ja. Dat je mensen dacht, op, heb je weer zo'n boek? Heb je weer dat? Viel mee? Ik kwam natuurlijk wel een paar maanden na al die andere boeken. En daar had ik dus helemaal geen zin in. Dus wat dat betreft denk ik dat het juist wel goed is dat ik gewoon achteraan kom. Dan wordt het ook niet zo gelinkt, oh, daar heb je weer een kampioensboek. Nee, dit is gewoon. Ja, hoe ik het zelf zie is, Feyenoord is best wel belangrijk voor mij. En nou, voor jullie ook, dat lijkt me duidelijk. Maar ja, ik wil gewoon eigenlijk een soort van iets terug doen. En het op papier zetten waarom het dan zo belangrijk was. Oma is degene geweest die mij als eerste meenam naar de Kuip. Nou, en ik denk dat is een beetje een soort van rode draad door het boek. En dat een van de mooiste Feyenoord tradities is. Namelijk dat jij wordt ooit meegenomen door je vader, je moeder, je opa of je oma. Misschien buurman of zo. En dat je dat dan ooit zelf gaat doen met kinderen. Nou, en de dag dat zij me meenam was de open dag in 2003. En toen kwam Dirk Kuyt, die kwam toen binnengevlogen. Dus hij was zeg maar mijn eerste ervaring met Feyenoord. Nou, en hij werd toen ook heel snel mijn jeugdheld en zo, want hij was in die jaren gewoon de beste speler. En voor hem gingen we echt elke week vanuit Friesland naar de Kuip. Nou, en dat hij terugkwam, dat was al een droom van me. En dat hij dan uitgerekend hij Feyenoord kampioen maakte. Ja, dat zorgde er gewoon voor dat het op zoveel manieren was een cirkel rond. Dat het moment was om dit boek te schrijven. De wedstrijd van vandaag, jongens. Vinden we ervan? Fucking kansloos. Ja, daar kan ik me eigenlijk wel bij aansluiten. Ja. Ja. Het was niet best. Maar ja, ik ben het wel met Van Bronckhorst eens. Tenminste, dat zei hij vorige week. Ik neem aan dat hij vandaag precies hetzelfde heeft gezegd.
Namelijk eerste punten en dan komt het spel komt later wel. En de eerste 20 minuten was nog wel redelijk. Maar toen was het gras nat. Er was gespoeid. Er was gespoeid voor de wedstrijd. Ja. Dus het gras was wel nat. Ja. Ja, het gras. En twee weken terug kwam naar buiten dat je moet, eigenlijk als club zijn, dan moet je minimaal twee keer sproeien. Namelijk voor de wedstrijd en in de rust. Maar Excelsior hoeft dat niet. Die hebben geen watertank. Oh, ja, maar dat is dezelfde reden waarom Excelsior als enige veld in de Eredivisie een kleiner veld heeft. Want de stadion is te klein. Ja. Mm-hmm. Excelsior is de enige veld dat niet de standaard afmeting heeft. Ja, maar dat maakt wel gewoon dat een wedstrijd zoals vandaag, dat is gewoon... Een kutwedstrijd. Ja, het is gewoon een kutwedstrijd. En je kan hem maar gehad hebben. Ja. En net als vorig jaar, toen dacht iedereen ook van ja, dat doen we wel even. Nou, ik ging er ook niet vanuit dat we 3-0 zouden winnen, maar ik ging wel uit van 0-0. Gewoon puur omdat zij gaan met 11 man gaan ze voor de goal hangen. En ze zeggen, jongens, zoek hem uit met z'n allen. Heb je een kutveld, je hebt een klein kutveld, je hebt een tegenstander die niet wil voetballen. En dat droog ook. Ja, ja, probeer dan maar eens te voetballen. Nou, vandaag is het dan 20 minuten eerst gelukt, ja, daarna niet. Maar goed, het is dan toch 3 punten in de pocket en ja... Jongens, maar het brengt ons wel op het punt kunstgras. Van de week was het natuurlijk, of kunstgras, kutgras. Hè, het is plastic. Maar net hoe je het wil zeggen, plastic. Van de week natuurlijk een manifest in de krant. Dat vond ik wel een beetje kansloos, hoor. Ja? Alsof Arjen Robben iets kan vinden van dat het kunstgras hebben. Die zal altijd ja zeggen van afschaffen die zooi. Altijd. Hij komt er toch nooit mee op te spelen. Ik denk sowieso niet dat ze bij Feyenoord gaan zeggen, nou, als je bij ons komt voetballen, dan speel je de helft van de competitie op plastic. Nou, ik denk dat ze dat gewoon... Ik denk dat ze dat niet zeggen. En daarbij, ik vind het ook gewoon... Ik vind het echt wel schande voor het Nederlands voetbal. Ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, Nederland... Kijk, dat ze in Siberië op plastic spelen, dat begrijp ik. Maar ja, Nederland is bij uitstek geschikt om gras te laten wat groeien. Wat ik nog kwalijker vind, is dat nu de kleine clubs... En vooral supporters die natuurlijk toch nog proberen dat kunstgras te verdedigen... Dat die gaan zeggen... Wij willen dan best wel weer naar eigen gras. Maar daar hebben we geen geld voor. Want trainingscomplex, de jeugdverbod, dat soort dingen. Wij willen extra geld hebben die Feyenoord krijgt. Of en de andere twee grote clubs ook. Van de tv-rechten. Ja. Dus dan moeten wij gaan betalen voor iets waar hun nooit, wat hun nooit gekregen hebben. En waar ze nu dus misbruik van proberen te maken om van dat veld af te komen. Hoe je dat zou kunnen ondervangen is gewoon om te zeggen van... alle velden in de competitie die zijn niet meer eigendom van de club. Maar ze worden eigendom van de bond. En dan, de grasmeesters gaan bij de KNVB werken. En die zorgen er gewoon voor dat alle velden in Nederland gewoon goed zijn. En dan het geld... Dan krijg je dat, daarvoor... dat wij onze eigen grasmeesters mogen houden. Want als we bij Ajax in één keer Erwin Belman hebben, dan hebben wij wel een... Nee, maar dat doet er dan toch niet meer toe. Want Erwin die werkt dan voor de bond. Samen met de grasmeesters van Ajax en PSV. Dus, ik snap overal de kwaliteit even dan, hetzelfde. Hij kan natuurlijk ook dan bij de KNVB kan hij wel mensen zeg maar, gaan opleiden. Gewoon dat hij zegt van nou, dit wil wij het doen. Ja. En dat hij die expertise dan deelt. Maar moet Feyenoord akkoord gaan met geld inleveren van tv-rechten? Want Feyenoord krijgt nu wel... Nou ja, ik bedoel, Pet, laten we gewoon eerlijk zijn. Ik ben van mening dat het van enorme invloed is geweest op de competitiewedstrijd vorig jaar tegen Excelsior. Ja, maar moet Feyenoord waardoor dat we geen kampioen werden. Maar moet Feyenoord nu eens gaan bloeden voor een beslissing die de club, die alle clubs, Heracles, PEC, Sparta, Excelsior, jaren terug genomen hebben om op kunstgras te gaan voetballen? Terwijl wij dat geld verdienen, omdat we ten eerste meer mensen kijken en hoger op de ranglijst staan. Ja, maar je bent er zelf ook gewoon bij gebaat om ervoor te zorgen dat op andere velden ook echt gras ligt. Ja, ik vind het gewoon slecht voor het Nederlands voetbal. Maar, en het ruikt ook gewoon niet naar gras, weet je. Als je het stadion in komt, weer toch gewoon vers gemaaid gras ruiken. Als ik het stadion in kom, wil ik pis ruiken, wil ik het veld ruiken en dan zit ik in de Kuip. Weet je? Ja, dan ben je in de Kuip. En ik ruik er dan gras in de Kuip. Bij avondwedstrijden is meestal, dan is het gras s'avonds gemaaid. Dan ruik je het echt. Ja. Serieus. Maar waar zit jij? Ik zit dan wel meestal VV. Dus dat is wel tweede. Ik zit ver van het gras. Bijna met je reet in de Maas. Ja, ik werk echt alleen met joints en dat soort dingen. Dat komt weer van. En dat is ook gewoon het thuisgevoel van Feyenoord. Alleen het gras dat. Ik heb heel erg als eerste rij zitten. Als je bij een avondwedstrijd binnenkomt en dan. Als je echt als een van de eerste binnenkomt, dus als er nog geen andere mensen zijn, dan ruik je echt het gras. Ja. Als je bijvoorbeeld mee met een sfeeractie ook, dan ruik je echt het gras. Nee, je zit ook beneden. Als je bij ons op X staat, dan heb je gewoon echt wel. Ja, je ruikt het gewoon echt. Als het echt aan het gemaaid is, echt wel. Ja. Ik vind het wel tof. Witte broeken. Dat is toch geen poren, man. Als je heel snel langs kijkt, lijkt het net alsof je daar zit te kijken. Ja, ik vind dat. Ik kreeg ook inderdaad iemand die stuurde dat. Want het is net of je bij de verkeerde club zit. Nou, ik vind dat. Waardeloos. Ik zouden we dan beter de reglementen zijn natuurlijk zo, maar... Zouden we dan even groene broeken moeten nemen? Nou ja, wat ze hadden kunnen doen was natuurlijk het trainingsshirt, dat hele groene trainingsshirt kunnen gebruiken. Maar ja, weet je... Dat zou weer niet mogen ook met sponsors en zo, dat ze daarna weer... Zo niet, staat er ook keurend op, heel rood.
Ja, maar dat, het dan, dat Adidas dan heeft vastgelegd dat het in wedstrijdshirts moet gebeuren, zeg maar. Zou kunnen, ja, dat zou kunnen. Maar ik vind die witte broek gewoon echt heel lelijk. Ja, maar ik snap op zich wel dat Excelsior dat die dit doen. Maar ja, die hebben toch ook nog wel een rode sokken en een rode... Ja, maar zou jij, maar we hebben natuurlijk ook in tegen Luans, of nee, tegen Fenerbahce hebben we ook in een uitshirt nu gespeeld. Ja, dat was helemaal... Dat was echt schandalig. Ja, maar ja. Dus ik kan wel begrijpen dat ze dat bij Excelsior niet willen. Nee, maar dan zou het dus alleen gaan om de broekjes en de kousen. Wat ze toch dit jaar gewoon ook altijd rood hadden, voor mijn gevoel. Dus ja, dan, dat zou ik een mooiere oplossing hebben gevonden. Alleen het is ook dat Feyenoord die zegt van ja, joh, doen we wel. Een beetje muggenziften natuurlijk, maar ja, ik vind het altijd gewoon, het ziet er gewoon niet uit. Ze doen het al langer, hè? Ik bedoel, ja, het is niet de eerste keer. Nee, in 2002, ja, ook een paar keer. Grappig verhaal, heb ik een keer gehoord. Ja. Inter uit speelde ze ook in witte broeken, maar toen was Feyenoord de broeken vergeten. Hebben ze iemand op de wedstrijddag, die is vanuit Rotterdam naar Italië gegaan om broeken te brengen, omdat ze niet de goede broek bij zich hadden. Maar waarom dan niet gelijk de zwarte? Nee, ze moesten wit aan. Oh, ze moesten wit. Ja, ze moesten wit aan, want de scheidsrechter. Ja, ook toen 0-1, dus in die zin... elke uitwedstrijd witte broeken. Het ziet er niet uit, maar als we een thuis zitten, mogen we dragen. Het is wel zonde. Nee, het is echt lelijk, maar ja... Wat vinden we van het uitshirt? Het was natuurlijk al bekend voordat ik vind het wel mooi, hoor. Voordat het in de verkoop kwam. Vroeger hadden we nog wel eens een primeurtje van de opeens daar of dan... Ja, ik heb begrepen dat uitshirt, dat is wel grappig misschien om te vertellen. Uitshirt was natuurlijk gelekt voor de wedstrijd. Of voor de maanden geleden. Maar omdat bij Adidas is alles, van alle clubs tegelijkertijd is gelekt. En ze hebben gewoon een fotoserie of te ontwerpen of wat dan ook. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar ze zijn een intern onderzoek begonnen om te kijken hoe dat ze dat, waar het vandaan komt natuurlijk. En of het voorkomen kan worden. In ieder geval voor Feyenoord was het makkelijker. Omdat Feyenoord zelf de items verkoopt. Dus als het goed is, wordt er vanaf nu geen Feyenoord meer gelekt. Maar ja, het is op zich wel mooi als het dan lang in dat binnenboord blijft. Maar ja, ik vond ik weet nog een paar jaar terug. Toen was het morgens om 8 uur, hing er opeens zo'n reclamebord bij de ronde. En dan was het van, mijn Feyenoord shirt hangt daar. Ja. Ik kom in de auto naartoe gereden. Hoe heet je? Ja, hetzelfde eigenlijk als 3 jaar terug. Ik heb heel erg het idee dat hij soms een fantastische actie doet. Doelpunt, assist. En dan de rest van de wedstrijd eigenlijk een beetje verstoppertje gespeeld. Vandaag ook is 20 minuten weer fantastisch. Maar ja, kom je ook weer bij het kunstgrasveld uit. Was toen wel nat, later niet. Je ziet dan in de eerste helft scoort hij. Met een fantastische paas van Verlinga. Ja, zeker. Ja. Maar de tweede helft, dan schiet hij de 2 ballen het uitvak in. Maar verder heb je hem eigenlijk niet gezien. En dan heb ik ook weer de flashbacks naar 3 jaar terug. Dat had hij ook. Dus in de bij zijn debuut scoren tegen de rest van de wedstrijd ook eigenlijk niet iets laten zien. Dat is voor mij bewezen. En ik hoop oprecht dat hij iedere wedstrijd scoort en iedere wedstrijd een assist afgeeft. Ja. Ja, ik vond wel dat het vorige week vond ik dat minder het geval. Toen was hij wel iets constanter. Maar wat ik me toen heel erg aan stoorde was dat hij dan zeker het laatste kwartier met Vilena gaan ze dan een beetje in de hoek. Staan ze te pingelen en zo. En is het actie, actie, actie. Maar nooit dat er echt nooit een man voorbij. Het is gewoon echt bijna gallery play wat ze daar in Amsterdam heel graag zien. Hij kan echt heel veel. En ook bij Elia was altijd, die ging gewoon staan en je moest hem in de voeten spelen. En dan ging hij wat pingelen en dan kwam hij. Ja, maar ik had bij Elia heel erg dat hij, vooral de eerste paar wedstrijden, dat is natuurlijk tegen Willem II de buurtbank toen. Ja. Dan denk je van, nou ja, die bal die haalt hij niet meer. Maar die gozer was zo fucking snel. Hij kwam die verdediger overpijn en had alsnog die bal. Ja. En dat heb ik bij Broertje toch wel minder. Maar ja, we zijn pas 2 wedstrijden onderweg. 3 jaar eigenlijk met de Johan Cruijff erbij. En ik hoop gewoon dat hij daar iedere wedstrijd 3 in legt. Ja, en hij krijgt natuurlijk wel echte concurrentie. En dat had je bij Elia niet. Hij krijgt last van achter zich. En Elia die had, ja, Bilal of Toornstra als dan Kuyt zou spelen, zou Toornstra eventueel links. Maar in principe was Elia, die was gewoon zeker van zijn basisplaats. Ik heb niet heel veel verstand van Larsen. Ik heb hem eigenlijk 1 keer zien voetballen. Was tot 2 keer misschien, dan was tegen Feyenoord. Geen idee verder. Maar ik hoor heel veel mensen zeggen, je kan Larsen ook op 10 zetten. Moet je Toornstra eruit halen? Ja. Ja, er zit op zich wel iets in. Zeker als je Toornstra de laatste week ziet. Tegen Vitesse een geweldige goal. Maar tegen Twente, ja, ook een geweldige assist. Dus die ja, doet ook elke wedstrijd. Maar Toornstra was ook altijd eerst een zak hooi. Ja. En toen kwam Berghuis om Toornstra te vervangen. En toen ging hij opeens fantastisch voetballen. Nou, dan ging Toornstra weer terug naar zijn eigen positie, naar 10. Ja, inderdaad. Maar ga je daar Larsen in zetten als hij goed genoeg is? Heb jij Larsen zien voetballen? Ja, ik wil niet zeggen dat ik echt elke maand bij Heerenveen kom. Maar ik kom wel 3-4 keer per jaar, denk ik. En ja... Hij kan wel echt heel veel. Maar ook als je ziet dat hij dan nu weer die transfer probeert te forceren. Zeg maar, ja, dat zegt, vind ik, wel iets over iemands mentaliteit. Dat je dan meteen zegt van ik ga niet meer op trainingskamp. Ik wil niet op de elftal foto. Dat soort dingen. Kerstin Juste, daar is ook wel iets over te zeggen. Namelijk zijn verleden, zeg maar. Maar bij Larsson is het gewoon... Maar die ging wel gewoon op de elftal foto staan. Ook al wist hij dat hij een paar uur later al naar Rotterdam zou gaan. En bij Larsson is het gewoon heel erg... Ja, hij gooit daar met de pet naar, zeg maar. En dan is de vraag, gaat hij dat niet hier ook doen als hij op de bank komt? Ik hoop van niet, want hij kan echt heel veel.
Maar ja, als hij, ja, waar zou hij moeten gaan spelen? Misschien op de plek van Toornstra. Maar als Toornstra dan weer heel goed gaat spelen, komt hij op de bank. Ja, het publiek pikt het gewoon niet van je. Dus als je twee keer ja, dat doet, ook op het veld bijvoorbeeld, dat je dan niet achter een bal aanloopt. Ja, je wordt gewoon uitgefloten. En hopelijk pakt hij dat dan op. Maar ja, dat is wel... Maar, oké, okay, we hebben het over aankopen. Haps. Goede vervanger voor Congolo. Of ga je erop achteruit? Ja, nog te vroeg. Ietsjes, maar... Ik vind het nog te vroeg om te zeggen, maar Congolo was echt, vond ik wel echt een hele goede voetballer. Ja. Ja. Ik heb wel het gevoel dat Haps iets minder blessuregevoelig is. En dat is Congolo op zo'n jonge leeftijd, heeft wel echt veel blessures gehad. Maar ja. In potentie vind ik Congolo echt, ja, dat hij wel een basisplaats bij Monaco en vaste linksback of centraal verdediger bij Nederlandse elftal. Ja. En bij Haps kan best dat hij Nederlandse elftal haalt, maar is het toch wel een beetje bij gebrek aan beter. Het is, maar voor Feyenoord op dit moment is het, ja, het is gewoon de beste optie, denk ik, die er was. Zo, dus dat was het deze week. Of tenminste, deze eerste aflevering. Gaan we kijken hoe vaak dat we dit gaan doen dit seizoen. Maar we hopen elke 14 dagen in elk geval. Of iets vaker, of iets minder vaak. Of als jullie het helemaal niks vinden, nooit meer. Was dit het. Heeft iemand nog iets speciaals te vertellen vandaag? Heb je nog iets boeiends? Niks? Excelsior was kut, maar we worden wel kampioen. Ja, denk je, ja? Nee, als ideaal. Ik geef fijn. Ja, ideaal. Heb je nog wat? Nee, ik ben er doorheen. Oké, mooi. Dan zien we jullie bij de volgende aflevering. Nick! Geen aftiteling, pleur op, daar beginnen we niet aan hoor. We doen gewoon even mondeling. Speciale dank gaat uit naar Bob als gast vandaag. Jan de Knecht voor het interieur. Of in ieder geval een groot gedeelte van het interieur. Patrick hoef ik niet te bedanken, want die hoort bij de inboedel als het goed is. Vergeten we nog wat? Volgens mij niet. Ja, koop het boek. Hè? Doe deze man een groot plezier. Verdien zijn seizoenkaart terug. Coca-Cola. Laat een reactie onder in de comments wat je ervan vindt. Duimpje omhoog of weet ik veel wat voor bullshit dat je op YouTube moet zeggen. Hoeveel niet? Maar dat is wel goed voor ons kanaal, Pet. Ja, maar het is natuurlijk niet alleen... Maar klik gewoon hier. We ook gewoon hier klikken. Gewoon hier klikken en ons kanaal liken. Tot de volgende keer.